na, jongens. Van links naar rechts. Ja, ja. Huppelen. Heel goed. En zwaaien met de armen. Kun jij een kunstje? Nou, laat eens aan Piet zien wat voor kunstje jij kan. Piet, kijk eens, Xan kan een kunstje. Wow! Hij staat op zijn kop. Een applaus. Kun jij... Ja, dat is eigenlijk een hoofdpiet. Ja, kun jij er ook heen? Doe ook eens een kunstje. Hij rolt koppeltje. Ik zag het zelf. Een applaus. Kan er nog iemand een kunstje? Kijk, hier. Nog iemand die een kunstje... Wow! Wow! En kun je ook nog terug nu? Ja, oh, gelukkig zeg. Zo, die ging even in een split. En jij? Wow! Wat een kunstenaars hier in Boxtel. Dit is wel heel erg bizar. Nou, til je maar weer op. Kun jij ook een kunstje? Wow! Ja, ik weet niet of jullie het allemaal zien hoor, maar die gaan gewoon in een spagaat hier. En kun jij ook in een spagaat, Piet? 1, 2, daar gaat die Piet in een spagaat. Nee! Nee, Piet! Nee, Piet! Ik ga eventjes ruimte maken, jongens. Jullie mogen, als jullie willen, kinderen... Jullie mogen hier gezellig zo in een hoekje, mogen jullie, omdat jullie zo goed kunnen dansen, hebben jullie een speciaal plekje vandaag. Jullie mogen lekker op het podium zitten. Willen jullie dat? Als je naar je mama of je papa terug wil, mag dat ook. Maar gaan we lekker in een hoekje zitten. En dan hebben we leuk decor. Als je terug wil... Goedemiddag burgemeester, welkom. Ja, welkom en dank dat ik hier mag zijn. Het is natuurlijk mijn eerste keer, dus het is ontzettend spannend om hier de Sint in Boxtel aan de Dommel te mogen ontvangen. Ik kan Sinterklaas in Boxtel doen, dat hebben jullie kunnen lezen natuurlijk. Boxtel is namelijk dit jaar helemaal in het teken van de bloemen. En wat de burgemeester gaat doen, ik heb hem nog niet gezien, maar dat komt dadelijk wel. Die gaat de Sint natuurlijk... symbolisch de sleutel van de stad geven, namelijk een gouden tulp. Ik weet ook dat de Piet, die even komt kijken of alles in orde is, die is ook onderweg. Dus we zijn natuurlijk heel benieuwd wat er gebeurt, maar zien jullie dat ook? Zien jullie dat ook? Ik zie daar iets in de verte gebeuren. Zien jullie dat ook op de brug? Ja! Kunnen jullie ons horen op de brug? Zwaai even als jullie ons kunnen horen. Ah, kijk! Kunnen jullie ook zwaaien op het moment dat er iets aankomt? Ja. Wij vinden het ook fantastisch, hè? Vinden jullie Piet leuk? Ja! Dat vind ik dan toch weer een beetje matig. Ja. Vinden jullie Piet leuk? Ja! Ja, dat is het hoor. Dat is wat Sint wil horen. Dus houd het een beetje in de gaten. We gaan een gezellig nummertje draaien. Harry die zet een mooi muziekje op. En dan gaan wij dansen. Kijk eens, deze Piet die springt een meter in de lucht. Hé, hey, maar kijk eens. Ho, wacht even. Stop. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Jongens, kijk. Wat gebeurt? Ik denk dat ik een Piet zie. Ik zie een Piet. Dit is hem. Dit is de verkenningspiet. Die komt kijken. Jongens, zwaaien. Zwaaien naar die Piet. Hallo, Piet. Hallo. Oh, dit is de verkenningspiet. Het is hem echt. Wow. Pas op, Piet. Pas op. Wow, kijk nou. Oh, als dat maar goed gaat, jongens. Oh, die Piet die gaat helemaal uit zijn dak. Zo, hé. Hij komt in de goede zin. Mijn beste, de beste. De Piet van iedere kind. Mijn hartje klopt. Mijn hartje klopt zo blij. Wat weet hij, wat weet hij. Wat weet hij, u en mij. Zoet is goed. Hoe staat het met de roep. Hij komt. De kans, jongens, de tour. Rijk in de ogen. Ook een paar duikers in het water liggen. Hebben jullie die al gezien, jongens, de duikers? Hebben jullie de duiken? Nou, die liggen dan echt in het water hoor. Want stel dat er iets misgaat, dan kunnen de duikers meteen in actie komen. Ik weet niet, mensen die voorin staan. Ja, kijk de duikers, ik zie ze. Zwaai maar eens duikers. Kijk, kijk.
Ja, kijk. Ze zitten meestal onder water natuurlijk, dan zie je ze niet. Maar nu zijn ze boven water. Want als er dan iets gebeurt, dan valt iemand in het water of zo. En dat gebeurt wel eens ooit dat mensen in het water vallen. Hallo Sinterklaas! Hey, zullen we met z'n allen even hallo roepen naar de Sint? Ik tel af, hè? 1, 2, 3 en dan met z'n allen hallo, hè? 1, 2, 3. En nou alleen de mannen. 1, 2, 3. En nou alleen de vrouwen. 1, 2, 3. En nou allemaal. 1, 2, 3. Ah, dat is leuk voor die Sinterklaas, zeg. Kijk eens wat een fantastische boot. Geweldig. Nou, burgemeester, ik denk dat wij langzaam naar de kade gaan, want de Sint die heeft er de sokken in. Die heeft er zin in, denk ik. We gaan naar beneden. Gaat u mee? Ja, natuurlijk. Neemt u me niet kwalijk. En u mag alle kinderen een hand geven. En al uw gevolg met al die pieten, rot en pieten jongens. Nou, de duikers die kunnen ook weer uit het water denk ik, want die hebben niks te doen. Ja, het is allemaal weer goed gegaan jongens. Ja, dankjewel. Ja. Ja, helemaal nat. Kijk, daar is de chique Piet, zie ik. Hij moet nog roeien vandaag. Nou, Sint, iedereen, hè? Iedereen bij naam. Echt geweldig. Sint, ze hebben je gemist hier. Sint, Sinterklaas, kom eens. Sinterklaas, Sinterklaas. Hier, deze kant. Kijk, hier, ze hebben je gemist. Kijk, nou, hier. Oh, hij kwam speciaal voor jou terug. Dat zijn we nog eens, lieve Sint, hè? Kijk eens, allemaal tekeningen, die Sint, die wordt meteen verwend, hè. Kijk eens, wat een bloemen. Oh, Sint krijgt allemaal bloemen, kinderen. Sinterklaas, Sinterklaas. Kijk, de burgemeester. Oh, kijk eens. Ja, een hele mooie Piet. Die moet even persoonlijk een hand hebben van de Sint. Kijkers, geef de Sint een heel hartelijk applaus! Nou, we gaan een beetje in het midden staan op het podium, jongens. Dan kan iedereen de Sint zien. En dan kan ook een klein cadeautje voor u. En dat wil ik u nu geven. En ik ben eerlijk gezegd een heel klein beetje zenuwachtig om u dat te mogen geven. Dankjewel. Maar ik heb het net al gehoord, dit woord de gouden tulp. En ik zie allerlei bloemen, maar ik zie geen enkele tulp. Wacht even, u. Want dit is de sleutel van de stad van Boksel, burgemeester, deze bos bloemen? Ja, ja. Eigenlijk heb ik het meer. Maar wacht even, hou eens omhoog, Sinterklaas. Kijk eens, is dit een gouden tulp, jongens? Nee, hè? En Sint, u heeft die gouden tulp nodig, want anders dan kunt u niet officieel Boksel in, toch? Dat klopt, ik heb gewoon gevonden om de kinderen blij en leuk te maken, heb ik de gouden tulp.
Maar waar is de Gouden Tulp, burgemeester? Want u heeft hem met heel veel liefde grootgebracht, denk ik, op het gemeentehuis. Waar is de Gouden Tulp? Nou ja, hij stond natuurlijk op mijn kamer in het gemeentehuis. En om toen gebeurde, deed iedereen er een keer een beetje water bij. Om te zorgen dat die Gouden Tulp prachtig groeit. En vanmorgen was ik extra vroeg opgestaan. Ik had natuurlijk al een beetje een slecht geslapen omdat het spannend was. Ik kom mijn kamer binnen en de tulp is weg. En ik kan hem nergens vinden. Ik heb dus vanmorgen ook de politie op pad gestuurd, de brandweer. Ik heb de ambtenaren op pad gestuurd om naar uw tulp te zoeken, Sinterklaas. En het spijt me heel erg. De eerste keer dat ik u mag ontvangen, heb ik de Gouden Tulp niet. En dat vind ik verschrikkelijk. En ja, ik weet niet hoe ik het goed met u kan maken, Sinterklaas. Ik vind het verschrikkelijk. Jongens. De Gouden Tulp. Wie heeft hem gezien? Heeft iemand van jullie de Gouden Tulp gezien? Jongens, als wij de Gouden Tulp niet hebben, dan moet Sinterklaas weer terug. Zullen we met z'n allen gaan zoeken? Waar is de Gouden Tulp? Nee, dat is een roos. Dat is een roos, ik heb een roos. Jongens, waar is die Gouden Tulp? Wie heeft die Gouden Tulp uit de kamer van de burgemeester meegenomen? Wie? Sinterklaas, dit is een drama. Hoe lossen we dit op? Sinterklaas zou Sinterklaas niet zijn als hij niet oplossen gaat. Dus jongen. Wacht even, Sinterklaas. Ik denk dat de oplossing. De oplossing staat volgens mij heel dicht bij u op de podium. Jazeker, Sinterklaas heeft een heel veel. En die heeft het vermogen om heel veel naar te doen. En ik denk waar zou zoiets dan kunnen liggen? Dus Piet, doe je best en laat zien wat je kunt. Dus is een applaus! Want weet je wat deze Piet kan? We lopen even een rondje, juweel Piet, want iedereen moet deze juweel Piet natuurlijk even kunnen zien. Kijk eens hoe mooi! Geef ze eens een applaus! Oh, wat mooi! Deze juweel Piet. Maar wat kun je nou precies, juweel Piet? Komt al goud. Het komt al goud? Komt goud met een goud. Het komt wel goud. Maar wacht even, het komt wel goud, dat vinden we wel fijn natuurlijk. Dus ergens moet die Gouden Tulp vandaan komen. Ja, ze is al aan het zoeken. Maar deze Piet, als ze heel hard nadenkt, dan weet zij waar die is. Dus even doodse stilte, dan gaat Piet even nadenken. Even. Ik weet het. Jullie moeten mij wel even helpen. Dan lukt het wel. Als jullie nou een spreuk zeggen, net als jij daar, goudbloem, Sinterklaas kapoen, kinderschoen. En maar even oefenen, hè. Wacht even. Zij heeft een spreuk nodig. Dan gaan we haar helpen, want we moeten natuurlijk die Gouden Tulp vinden. Dus daar gaan we. Gouden bloem. Even oefenen. Gouden bloem. Sinterklaas kapoen. Sinterklaas kapoen. Kinderschoen. Nou, dan gaan we nog een keer, maar dan in één keer. Dat zij even geholpen wordt, hè. Gouden bloem. Sinterklaas kapoen. Kinderschoen. Komt-ie. 1, 2, 3. Gouden bloem. Sinterklaas kapoen. Kinderschoen. Ik denk dat dat wat harder moet, want anders dan gaat het niet werken. Nog een keer. Gouden bloem, Sinterklaas kapoen, kinderschoen. Lukt! Water moet zijn! Water! Water? Maar we hebben hier geen water! Waar? Ja, inderdaad, water! Maar hoezo water? Is hier water? Ze voelt het aan haar water. Nou, ik ben benieuwd, Piet. Wacht even, ik ga even naar de Sint. Gelukkig hebben wij nog duikers in het water, Sint. Die duikers, die komen dan wel te boven. En laten we afwachten wat ze bij zich hebben. Ja, ik weet het niet, als Piet het over water heeft. Ik heb de bloem heel veel water gegeven hoor, daar ligt het niet aan. Maar wat bedoelt ze eigenlijk met water? Duikers, zouden jullie kunnen zoeken naar de bloem? Jongens, kijk allemaal even daar naar de duikers, want we zijn nu afhankelijk van die duikers. En ik zie van alles gebeuren daar in het water, die duikers die zijn aan het zoeken.
De duikers zijn aan het zoeken. Ik ben heel benieuwd, zien we al iets, jongens? Ja, oh kijk, ze gaan weer onder water met die flappers. Zien jullie dat? Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Waar is die gouden tulp? Maar ja, het is wel groot, jongens. Het is wel veel water. Hoe gaan we dat nou doen? Ik weet niet wat er gebeurd is, maar een tulp wil natuurlijk heel graag water hebben. Die wil daar blijven, denk ik. Hey, kijk eens! Wat is hij groot geworden? Hij is wel 16 groot geworden in het water. Wat een prachtige tulp, hè? Hey, jongens! Oh, ik zie een echte... Die is wel heel groot geworden. Jeetje, ze hebben hem gevonden! Hebben jullie hem allemaal gezien? Hebben jullie gezien die tulp? Nou, die is wel heel groot geworden, hoor. Los. Hij is terecht! De sleutel van Boksel! Nou, geweldig, burgemeester. Nou, komt het alsnog goed, denk ik. Ja, Sinterklaas. En ik ben toch blij dat ik hier de tulp aan kan bieden. Want het bosje bloemen wat ik u gegeven is wel heel erg mooi. En daar heb ik mijn best voor gedaan. Maar hier ging het tenslotte om de sleutel van Boksel. En die krijgt u hierbij van mij aangeboden. En ik hoop dat jullie allemaal een applausje hebben voor iedereen die eraan meegewerkt heeft om deze tulp weer terug te vinden. Nou jongens, kijk eens. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens hoe mooi. We gaan hem hier mooi even neerzetten voor u, Sinterklaas. Zo. Nou, en hij gaat natuurlijk mee naar het gemeentehuis. Dan kunnen jullie hem allemaal bewonderen. Want op deze manier hebben we in ieder geval echt Sinterklaas in Boksel. Ik wil op deze plek iedereen ontzettend bedanken. De Sint, die gaat nu langzaam maar zeker richting het gemeentehuis. Hij gaat met de koets en die koets die komt eraan. Pas een beetje op dadelijk voor de koets. Hij rijdt zo met een bochtje over de brug, door de Molenstraat en dan bij de ING-bank stapt de Sint uit. En dan gaat hij te voet verder. Dus het is best leuk om achter de Sint aan te lopen via de Molenstraat. Kijk eens, daar komt die mooie koets aan, met die schitterende paarden. En daar gaat Sinterklaas, gevolgd door zijn hoofdpieten. Gino! Ga slecht, hè? Thank you.
Dat was de finish waar jij mee vragen!